geen Bijbel, je kunt de Bijbel zoeken op de internet. Of je kunt de gast vragen, je deel je Bijbel met mij. Wij zijn een Bijbelkerk. Johannes 15. De titel van de les vandaag is Blijf in mij. Blijf in mij. Niet blijf in jouw problemen. Niet blijf in jouw dromen. Niet blijf in jouw vrouw. Blijf in mij. Johannes 15. Johannes 15. Ben jullie daar? Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is. Israël was een natie vol wijngaarden. Er was één specifiek gouden wijnstok bij de tempel, omdat Israël lange tijd geloofde dat hij de ware wijnstok was. Het woord wijnstok werd in het Oude Testament vele malen gebruikt om Israël te symboliseren. En Jezus zegt dus dat je je hoop, geloof en loyaliteit niet op Israël moet vestigen, maar op Jezus. En sommige mensen willen God niet als tuinman in hun leven, omdat hij dingen zou kunnen afsnijden die je wilt behouden. God wordt in de Bijbel verschillende keren tuinman genoemd, omdat God zijn relatie met de mens begon in de tuin. Jezus voorstelde voor de redding van de mens in de tuin. Toen hij opstond, werd hij aangezien voor een tuinman. Wow. Wat is Gods rol als tuinman? Laat me lezen vers 2. Johannes 15, vers 2. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Omdat hij meer vruchten voortbrengt. Er zijn drie niveaus van vruchtbaarheid als de simpel. Drie niveaus. Geen vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Op welk niveau zit jij? Op welk niveau zit jij? Hele stilte vandaag. Yeah. Welk niveau beschouwt u hij in Jezus blijft? Ze zeggen dat het ongeveer 3 jaar duurt voordat hij er eindelijk trouwen in wijnstok verschijnt. Wow. De wetenschap bevestigt dat. Jezus zegt in Lucas 13 ook dat de wijgenboom 3 jaar nodig had om vrucht te dragen. Dus als er geen vrucht is, bevroegt hij je leven. Soms vragen we ons af waarom ik doormaak wat ik doormaak. Het is een gevolg van hoeveel je in je wijnstok blijft. Het eerste niveau, geen vrucht. Geen vrucht. Het Grieks woord is ero. Werd opgetild betekent. Soms groeien sommigen draven niet omdat de wijnstok helemaal onderaan staat en opgedeeld moet worden om meer zon te krijgen en veel vrucht te dragen. Dus soms heb je de warmte van druk nodig om vrucht te dragen. Wow. Je hebt de hitte van verantwoordelijkheid nodig om vrucht te dragen. Je hebt de hitte van moeilijkheden nodig om vruchtbaar te worden. Een andere betekenis is letterlijk afsnijden. Dode, gebroken of zieke takken moeten onmiddellijk afgesneden worden. Wow. Ze beschadigen de boom. Dus als discipelen geen discipelen maken, schaadt de kerk. Als discipelen raken wij afgeleid over waarom wij gedoopt zijn. Wij denken dat wij gedoopt zijn om naar de hemel te gaan. Dit is niet waar. Als dat zo was, zouden wij gedoopt worden en direct naar de hemel gaan. Maar omdat wij nog steeds op aarde zijn, betekent dat dit er werk aan de winkel is. Het tweede niveau, meer vrucht. Matig. Wanneer je
matig vroegdracht. Wanneer de kerk matig vroegdracht, neemt God een beslissing om je te snoeien. We hebben dit jaar wat matig gehad. 16 dopen. 16 dopen. Maar als wij naar het volgende niveau willen gaan, moet er misschien wat gesnoeid worden. Het woord snoeien betekent in het Grieks reinigen, zuiveren. Ongewenste dingen verwijderen. Dus als je vroegbaar bent geweest als discipel, zal God je door dingen heen laten gaan om je te zuiveren zodat hij de vroegbare kan maken. Welke soorten taken worden gesnoeid? Taken die naar beneden gericht zijn. Taken die kruisen en andere taken onderbreken. Taken die uiteindelijk twee hoofden hebben. Omdat ze met elkaar in competitie zijn. Eén moet worden afgesneden. Dan heb je ook nog kleine taken die zauges worden genoemd. Zij stelen en zuigen alle voedingsstoffen uit de boom. En worden ook afgesneden. En sommige discipelen zuigen al het geloof van de kerk. Zuigen de vreugde. Zuigen de wonderen. Zuigen financieel door niet te geven en de taken worden uiteindelijk afgesneden. Dus als de kerk voorbij is, zoekt God uiteindelijk naar zulke taken in de kerk. En als je persoonlijk vroegbaar bent geweest, probeert hij je hart te zuiveren. Hij doet dit door je beproevingen te laten doorstaan. En de meest vroegbare tijden in mijn leven waren toen ik beproevingen moest doorstaan. En God gebruikt je beproevingen om je weer meer vruchtbaar te maken. Hij gebruikt moeilijke momenten om je te laten focussen op wat echt belangrijk is. Want wij worden afgeleid door alles in het leven. Er schalen gevaren in een boom die niet gesnoeid is. Het verdraagt de groeien. En als je een tak afsnijdt die geen vrucht draagt, maak je ruimte voor nieuwe groeien. Dit brengt mij bij het laatste niveau. Het laatste niveau, veel vrucht. Yes. Veel vrucht. Yes. Amen. Dus I was disappointed, I'm sorry guys. Het laatste niveau, veel vrucht. Amen. Het Grieks betekent een discipel die consequent vrucht draagt. Yeah. Dit is het niveau dat wij als familie moeten bereiken. We moeten als kerk veel vrucht dragen. Dit jaar heeft de marriage ministry vrucht gedragen. Rijn en bedienden zijn gedoopt. En Lucky en Ramona gaan over 2 weken trouwen. De teneers hebben vrucht gedragen. Onze teneers laten zich niet afgeleiden door TikTok en fat bikes. Wij geloven in het maken van discipelen. Daarom hebben wij een teneers leider nodig. Yes, come on. Vers 3, dat is gelezen vers 3. Vers 3. This is the Bible, guys. I'm sorry. It's fighting me. Lees de Bijbel. Johannes lijkt het, ja? Jullie heeft hetzelfde de Bijbel, right? Ja. Oké, ik weet, mijn Bijbel is wit, ik weet het, maar ik denk de tekst is hetzelfde met iedereen. Oké, Johannes 15. Johannes 15, vers 3. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En wij zien dat er is niets dat je zo schoon kunt krijgen als het woord van God. Ook al word je gereinigd, je moet
moet nog steeds in Jezus blijven. Het woord van God veroordeelt zonde. Het inspireert heiligheid. Het bevordert groeien en het is het enige woord dat je echt kan redden. Laten we lezen vers 4. Blijf in mij. Blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En rank niet aan de wijnstok blijft, kan hij zichzelf geen vrucht dragen. Ze kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. En Jezus zegt dat als jij in hem blijft, hij in jou blijft. Jezus zorgt ervoor dat je in een wederzijdse relatie bent. Yeah. Nee, we willen altijd weten of het wederzijds is tussen jou en de zus of broer. Hey Frank, vind je broer mijn look? Vind je zus mijn look? Dit is alles wat jullie me vragen. Jullie vragen niet hoe het met mij gaat. Hoe het met Ezra gaat. Jullie vragen alleen naar jullie interesse. Okay. You know, Bempa was a lion enthusiast. Dat het wederzijds was met Siloé en zij na nu aan het daten in het koninkrijk. Zijn nieuwe bijnaam is Boyfriend Bempa. Vroeger hij was Boiling Bempa, maar nu Boyfriend Bempa. Maar Jezus vraagt jou, is het wederzijds met hem? Wow. Heb je echt een wederzijds belang in Jezus? Hou je van hem, zoals hij van jou houdt? Vers 5 tot 6. Blijf in mij. Vers 5. Ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niet doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Nou, Jezus vertelt ons dat dan het één reddingskwestie is als je niet in hem blijft. We blijven in zoveel dingen behalve in Jezus. Sommigen van ons blijven in het verleden. We blijven in het bitterheid in plaats van vergeving. We blijven op de achtergrond in plaats van op de staan en in leider te zijn. We blijven hetzelfde naar de dood. We veranderen niet. We blijven in zonde in plaats van in hem. Wij blijven ongelovig, ook al zijn er zoveel bewijzen van Gods kracht. We blijven ongelukkig, met God in vergeten, dat echt geluk komt door God te zoeken met heel je hart. We blijven in dezelfde kerk, in plaats van op een missieteam te gaan, om een nieuwe kerk te helpen planten. We blijven in dezelfde baan, bang om uit te blinken als een uitstekende professioneel. We blijven in dezelfde relatiestatus. Ja na ja. Bang om je hele hart in een andere discipel te geven. Mensen blijven in alles, behalve Jezus. Blijf in mij, is de titel van de les vandaag. Blijf in mij. Vers 7. Als jullie in mij blijven en mij worden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten
wordt brengen en mijn leningen zijn in de kerk zegt. Amen. Eerste punt. Blijf in ware discipel. Blijf in ware discipel. Handelingen 19. Handelingen 19. Handelingen 19. Blijf in ware discipel. Handelingen 19. Vers 1. Terwijl Paulus in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland en Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen. Okay. Laat me je helpen. Je kunt echt discipline vinden. Ja, dat kan. Maar zij het ook ware discipline. Je kunt echt discipline vinden. Maar zij het ook ware discipline. Messi heeft discipline. Taylor Swift heeft discipline. Je kunt ze vinden in de Belmer Arena. Het Nederlands voetbal elftal heeft discipline. Jullie waren zeker gisteravond allemaal aan het aanbidden. Dus je kunt discipline vinden. Maar het zijn geen ware discipline. Maar wat maakt een ware discipline anders dan andere discipline? Laten we lezen vers 2. Vers 2, vertel ons. En wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Ze antwoorden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Paulus vond discipline en hij voelde een afwezigheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. Hij vond discipline die in aanwezigheid van God in zich hadden. Ze voelden, klanken of handelden niet als God. Op dezelfde manier weten wij dat sommigen van jullie geen christenen zijn die vandaag op bezoek komen. We weten het gewoon. Je rookt, vloekt, hebt seks met je vrienden, kijk dagelijks naar porno. Lees nauwelijks je Bijbel of gaat naar de kerk en je denkt dat je gered bent? Come on, bro. Preach it. Ons vertellen dat je geen tijd hebt voor Bijbelstudies. Iemand met de Heilige Geest maakt tijd voor de Bijbel. De Heilige Geest heeft hem geschreven. Wat je heeft geschreven. Dus ja. Je kunt discipline vinden. Maar dat betekent niet dat ze gered zijn. Laten we lezen vers 3. Vers 3. Hij vroeg. Hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes? Antwoordden ze. Daarom zei Paulus. Johannes doopte de mensen die tot één keer kwamen. En zei tegen hen dat zij moesten geloven in degene die naar hem kwam, in Jezus. Toen zij dat gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En zoals er in de tijd van de Bijbel verschillende dopen waren, zo is het ook vandaag. Mensen denken dat zij echt discipelen worden, maar ze hebben de verkeerde doop. Geen Heilige Geest en geen redding. Hij vertelt hen dat je echte discipelen moet worden en je moet laten dopen om je zonde vergeven te krijgen. Ja, mensen die echt in Jezus willen blijven, zullen zich laten dopen op de manier die hij zegt. That's right.
Mensen die niet in Jezus willen blijven, zullen niet gedoopt worden. Yeah. Vraag. Je moet jezelf afvragen of je een echt discipel bent. Heb je de Heilige Geest? En als je het niet zeker weet, betekent dit dat je het niet hebt. En wij zien de Bijbel, opnieuw gedoopt worden is Bijbels. Opnieuw gedoopt worden is Bijbels. En deze mannen lieten zich opnieuw dopen. Nadat zij zich realiseerden dat zij nooit in Jezus waren gebleven. En je kunt vandaag de dag gedoopt worden als een echte discipel in een Jezus blijven. Dat is voor de gasten. Dit is nu voor de discipelen, Matthäus 25. Matthäus 25. Dat was voor de gasten, maar dit is nu voor de discipelen, Matthäus 25. Wij spreken over echt discipline. Niet valse discipline. Matthäus 25. Matthäus 25, vers 1. Dan zal het met de koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uitgetrokken. De bruidegom tegenmoet. Vijf van hen waren was, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden veel op hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie en kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden zij allemaal slapperig en dommelden zingen. Midden in de nacht klonken er luid geroep. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet. De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. De wijze meisjes antwoorden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever en verkopen en koop zelf olie. Terwijl zij op olie oud waren, arriveerde de bruidegom. En zij de klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest. Wanneer de deur gesloten werd, enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, hier, doe open voor ons. Maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus wakker, want jullie weten niet op welke dag en op welke tijd hij komt. Dit is voor de discipline. Dit is voor mij de engste tekst. Dit vertelt mij dat ik mijn hele leven prediker kan zijn, voetbal kan zijn, Gods volk kan leiden en toch niet in de hemel komen. Als ik niet in Jezus blijf als een echt discipel. Wij worden misleid door te denken dat wij naar de hemel gaan, alleen omdat wij in het koninkrijk zijn. Alleen omdat wij gedoopt zijn, zijn wij ware discipelen. Er zijn 10 machten die discipelen voorstellen. De olie staat voor de Heilige Geest. Lampen zouden hun lichaam kunnen voorstellen. En de bruidegom is Jezus. De slaap symboliseert de dood. En het waken is de opstanding. Dit zegt dat sommige discipelen verstandig waren om de Heilige Geest tot het einde toe te hebben in hem te blijven, maar dat anderen dwaas waren. Wat zijn de kenmerken van een lamp zonder olie?
Een lamp zonder olie is nutteloos. Een lamp zonder olie is nutteloos. Aan de buitenkant ziet hij er goed uit, maar hij heeft niet de olie om te functioneren zoals hij gemaakt is. Daarom omdat olieën zonder lamp niet kunnen functioneren waarvoor ze gemaakt zijn. Houden ze op te geloven dat ze lampen zijn. Ze beginnen hun doel en identiteit te veranderen. Ze bekomen zichzelf een andere identiteit. Een lamp zonder olie kan lange perioden van wachten niet aan. Lampen zonder olie kunnen niet op Jezus wachten en op zijn plannen vertrouwen. Ze willen het nu en hun een manier vinden om het zelf te krijgen. See, we have to understand that Christianity is like a drive-thru at a restaurant. Okay? You can pick your favorite restaurant. It can be KFC. It can be McDonald's. It can be Burger King. It can be any restaurant. Christianity is like a drive-thru. And when you're driving through this drive-thru, what happens is that you kind of know what you want. You go in there, you're like, okay, I know what I want to eat. I want to eat a hamburger. So as you're driving, you see that hamburger is number 3. So you tell, of course, the order, hey, I want number 3. And then, oh, you put number 3. They say, yeah, just move forward. You move forward, you drive. Then they give you pay. And once you pay, you get your number 3. That's why it's called fast food. It's like, bang. So you pick your number 3, got your pay, you're gone. You drive through. But then, sometimes it happens in a way where you want to be specific. Now, let's say you're driving through and you still want a hamburger. But then you say, you know what, I want burgers without seeds. Okay. Okay, you want iceberg lettuce. You want tomatoes that come from Den Haag. You want the patty to have, you know, no salt, but it's got to have, you know, knoflook sauce or whatever. Okay, so you got all the specifics. And, you know, of course, they'll say, okay, sir, we take this order, but it's going to take a while for us to make this order. So you're going to have to come out of the drive-thru and just wait in the parking lot as you make your order. And now you're hungry. And you're looking, of course, in the rearview mirror, and you're seeing everyone making orders. They're coming in, driving up quick. In, out, quick. In, out, quick. In, out, quick. Now you're getting angry. Man, why is this order taking so long? And you're sitting there. And you're like, everyone's order is taking so quick. Why is mine taking so long? But we fail to realize that if we want what the world wants, it's very quick to get it. But when you want what God wants, a specific type of plan, you're going to have to wait a little bit longer. Yeah. And you're going to see everybody just getting their orders super quick. You know, guys, it's easy. It's easy to get what you want. It's easy. Anyone can get married. Yeah, preach. Anyone can get married. Anyone can have a boyfriend or a girlfriend. Anyone can have a child with any other person. But when you start changing your wants to what God wants and his specific plan, you're going to have to wait because he knows what's there at the end of the tunnel. So that's Christianity, guys. You got to wait. Everyone can get everything they want quick. That's fine. But you just got to wait there because God has a specific plan for you. You see, the other virgins, they knew that waiting on the bridegroom was so worth it. And the others, sadly, didn't find it worth it to wait. Die derde, olie zonder lampen kan geen licht geven.
binnen nuttelijk zijn. Ze zien eruit als discipelen, maar er is geen vuur en geen warmte. Koude omhelzingen. Geen bemoediging. Niet onderdanige vrouw. Niet leidende echtgenoot. Geen geweldige stille tijden. De lampen zonder olie zuigen anderen leeg. Ze willen altijd andere mensen olie. Geef mij wat van jou olie. Vrouwen, jullie kunnen niet om het eten van je man vragen. Jullie hebben je eigen eten nodig. Discipline. Als Jezus je nu zou inspecteren, zou je dan door de inspectie komen als een echt discipel? Ben je ervan overtuigd dat je naar de hemel zou gaan als je nu zou sterven? Of zou Jezus ontdekken dat je olie op is? We moeten wakker worden. Te veel van ons vervallen in dezelfde zonden. Te veel van ons vergeten waarom wij in de eerste plaats gedoopt zijn. Te veel van ons zijn begonnen met het veranderen van ons doel. Tweede punt. Tweede punt. Blijf in vrucht en geen groente. Blijf in vrucht en geen groente. Jezus zegt dat wij vruchtbaar moeten zijn. Ik heb Jezus nooit horen zeggen dat wij in groente moeten worden. Er is geen gebod om in groente te zijn. Daarom eet ik geen groente. Hier zijn een paar schokkende feiten. Tomaten zijn vrucht. Geen groente. Maar doe ze niet in een fruitsalade. Tomaten zijn fruit. Maar doe ze niet in een fruitsalade. Olijven zijn vruchten. Avocados zijn vruchten. Bonen zijn vruchten. Komkommers zijn vruchten. Wat maakt een vrucht tot een vrucht? Het is niet de smaak of het uiteindelijk, maar het kan zichzelf keer op keer vermenigvuldigen. En groente bestaat gewoon. Doe het niet. Het is erg gewoon. Je kunt een groente bubble talk hebben. Het is niet vruchtbaar. Je kunt een plantaardig huwelijk hebben. Gewoon bestaan, geen passie, geen liefde, geen effect op het koninkrijk. Je kunt een groente singles ministry hebben. Niemand heeft er sprakjes, geen financiële help aan de kerk, slechts een enkele go. Je kunt een groente leider zijn. En leider met een titel, maar zonder impact. Je kunt een plantaardige discipel zijn. Bitter. Groenten zijn meestal bitter. Groenten zijn meestal bitter en hebben veel kruiden nodig om goed te smaken. We willen geen groentekerk, toch? Oké, Johannes 12. Johannes 12. Johannes 12. Johannes 12. Johannes 12.
Vers 24. Johannes 12, 24. Dit is de Bijbel, ja? Ja. Oké, 24. Werkelijk, Johannes 12, 24. Werkelijk, ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft brengt, hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behaalt het voor het eeuwige leven. So we see here very clear that Jesus says, to be fruitful, you got to be a seed that goes down to the ground and produces fruit again. That's what fruits do, right? You take the seed, put it back in the ground, it comes back again. Creates another seed, lots of seed, and so forth. Okay? I know you guys won't believe me. Okay, 1 Koningen 21. Okay, let's look at the story here. 1 Koningen 21. Eén Koningen 21. Look at the story over here. Of a guy who likes some vegetables. Eén Koningen 21. Ben jullie daar? Okay. Vers 1. Enige tijd later gebeurde het volgende. De Israëlieten Naboth had een wijngaard de grenzen aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Israël bezat. Sta mij uw wijngaard af, zei Achab tegen Naboth. Hij ligt naast mijn paleis. Ik kan hem goed gebruiken om er groenten te verbouwen. Ik zal u een betere wijngaard teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen. Maar Naboth zei tegen Achab, de Heer behoede dat ik de grond die ik mijn voorouders heb geërfd, aan u zal afstaan. Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en te neergeslagen, omdat Naboth tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geëerd niet zou afstaan. Hij ging op zijn bed liggen met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw, Isabel, naar hem toe en vroeg: wat is er gebeurd dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt? Vers 6. Ik heb de Israël naar boord gevoerd. Ik heb gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard op terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard en mij af te staan. Isabel, wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat. Dat zal je geodeeën. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Naboth krijgt. Ben jij dat? Ben jij Achab? Sommigen van ons zijn net als Achab met vrucht. Wij roepen om vrucht en zijn verdrietig. We eten niet en we lopen verdrietig rond de kerk. We weten niet dat vruchtbaar zijn het resultaat is van in de wijnstok blijven. Je kunt niet vruchtbaar zijn tenzij je in de wijnstok blijft. Je kunt niet vruchtbaar
Tenzij het zaad binnenin je begrapen is en je gewoon met wachten. Tenzij je aan de relatie met God werkt, kun je niet vruchtbaar zijn. Dus soms, omdat wij niet willen sterven en in Jezus willen blijven, kiezen we ervoor om een groente te worden. Dat is makkelijker. Ach, beelden er niet aan werken om van zijn taal een wijngaard te maken. Hij wilde er gewoon in kopen op al het fruit dat hij had ruilen. En sommige discipelen willen geen vruchtbare kerk. Ze willen een groentekerk. Ze willen hun weg kopen om vruchtbaar te zijn. Zolang ik contributie geef, kan ik in groente blijven. Zolang ik mee inschrijf voor de EMC, kan ik in groente blijven. Laten wij niet worden zoals Naboth, waar wij de kerk veranderen in een moestuin. Gotta be fruit, not vegetables. Yes, come on. Laatste punt. Jezus zei, blijf in zijn liefde en zijn geboden. Blijf in zijn liefde en zijn geboden. Jezus zegt dat je in zijn liefde en geboden moet blijven. Wat zijn zijn geboden? Heb berouw. Volg mij. Verhoog je. Laat je licht schijnen. Eer Gods wet. Verzoen je met je vijanden. Heb geen lust. Houd je aan je woord. Heb uw vijanden lief. Wees volmaakt als je hemelse vader. Verzamel schatten in de hemel. Oordeel niet. Gooi je parels niet voor de zwijnen. Vraag, zoek en klop. Doe anderen al zoals je wilt dat jouw woord aangedaan. Kies de smalle weg. Pas op voor valse profeten. Vrees niet. Wees wijs als slangen. Bid voor werkers. Luister naar Gods stem. Eer je ouders. Verloochen jezelf. Heb je kinderen lief. Pas op voor afgrond. Eer het huwelijk. Vergeef overtreders. Wees in de naam. Wees in huis van gebed. Vraag in geloof. Help de armen. Betaal op belastingen. Heb uw naaste lief. Wacht op zijn terugkeer. Duw de communie. Word opnieuw geboren. Houd je aan mijn geboden. Wak en bid. Hoef mijn schappen. Last but not least. Maak discipelen van alle volken en doop mensen. We moeten in Jezus blijven. Laten wij vruchtbaar zijn en vruchtbaar blijven. Laten wij ware discipelen blijven. En laten wij in Jezus worden blijven. I love you and to God be all the glory.